Ja, Matthijs, allereerst even naar jouw doelpunt, die 1-1. Dan is zo'n veldje heerlijk, hè? Ja, dat is lekker. Ja, het was een droge knal en ik denk dat hij lekker doorgleed. En hij ging goed de hoek in, dus dat is lekker. Ja. Direct de tegenstander die probeerde hij nog even een shutje te pakken. Gelukkig lukte dat niet. Nee, het was. Ik moet zeggen, het verbaasde mij dat ik naar. Het stond hier aan de zijlijn en toen speelde ik denk ik 2 of 3 man uit. Het verbaasde mij dat ik eigenlijk gewoon zo 40 meter kon doorlopen en die bal in kon schieten. Dus dat was lekker, ja. Doelpunt viel nadat jullie min of meer toch wel een klein beetje een dramatische beginfase hadden. Die tegentreffer. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt zeker. Ja. Ik weet niet wat dat is, maar goed. We keren het mooi om en uiteindelijk winnen we 3-1, dus dat is ook lekker. Kopjes gingen niet meteen hangen? Nee, ja, het gebeurt vroeg in de wedstrijd. Dat kan eens gebeuren. Tuurlijk is het niet lekker voor het vervolg van de wedstrijd. Maar goed, voor rust draai je de rollen weer om en dan sta je gewoon weer voor. Dus dat is lekker. Ja, want die 1-1 werkt heel positief voor jullie. Want daarna beginnen jullie te voetballen en worden jullie ook regelmatig gevaarlijk. Ja, klopt. Ja, misschien dat we daar weer een beetje energie uit kregen. Dat we dachten van vandaag valt er een hoop te halen. En dat is gebleken, gelukkig. Ja. Ja, want uiteindelijk loop je uit naar 3-1. Dan in de rust. Ik zei het net tegen Noah Schuurman van Hogeveen. Dan spelen jullie iets behoudender. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. In de rust hebben we wat besproken met de trainer ook. Die zei van, jongens, dit gaan we niet meer weggeven. Pas op met waar je acties maakt. Pas op met waar je balverlies leidt. Zoals ik hoorde Noah net ook al zeggen van, wij moeten. Zij hoeven niet meer. Dat hadden we ook wel... Een beetje in ons spel zitten, dat we niet echt meer hoefden. We kwamen nog een paar keer gevaarlijk met de counter eruit, maar het is 3-1 geworden. Ik denk dat het prima resultaat is voor ons. Geeft eigenlijk weinig weg. Ja, dat klopt. Echte kansen werden niet echt meer gecreëerd. Ik denk een paar halve ballen die er nog tussen vallen. Er komen wij er nog een paar keer gevaarlijk uit. Ik denk als je het op het einde nog kijkt, dat wij misschien nog wel 4 of 5-1 moeten maken. Maar goed, we hebben 3 punten. Dus. Je zou een lastige fase. Is er dan een behoorlijke ontlading, neem ik aan, in de kleedkamer nu? Ja, zeker. Ja. Lastige fase. Het ligt allemaal dicht bij elkaar natuurlijk. En deze 3 punten zijn wel echt lekker om weer aansluiting te krijgen. Volgens mij staan we nu 8e uit mijn hoofd. En dan kan je weer omhoog kijken. En dat scheelt wel. Ja. Want Dolfo die wil gewoon omhoog kijken, toch? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik denk dat deze selectie is veel bij elkaar gebleven. Veel dezelfde jongens. Ik ben dan teruggekomen van de treffers natuurlijk. Dus ja, allemaal wel bekende gezichten. En goed, als je elkaar zo lang kent, dan ga je ook elkaar beter vinden in het voetbalveld. En dan hoop je gewoon wel weer de weg omhoog te creëren. Ja. Niveau omschakeling, tweede divisie naar derde divisie? Het viel mij zeker mee. Ja, ik heb natuurlijk hiervoor ook nog bij Dover gespeeld. Dus ik wist wel dat er mij iets meer te wachten stond. Een verschilletje bij de treffers bijvoorbeeld dat we af en toe 4 te trainen. En dat de maandag niet uitlopen was, maar gewoon volle bak. Dat we misschien conditioneel iets fitter waren, waardoor we iets beter ons eigen spel konden spelen. Ja, en je hebt wat mensen met meer ervaring. Als je ook naar onze ploeg kijkt, we hebben gewoon een hele jonge ploeg. Nick de Bond aanvoerder, ja, die is volgens mij 28 uit mijn hoofd. En daar had je ook jongens lopen die echt al 12 jaar bij de club speelden. Dus het verschil qua ervaring en hoe je wedstrijden aanpakt. Wij geven af en toe ook nog wel in het begin bijvoorbeeld een doelpunt weg of op het einde een doelpunt weg. Ja, dat heb je daar iets minder. Daar wordt iets volwassener gespeeld, vind ik. Nou goed, en schokeffecten, Jeroen van Bezouwen? Ja goed, het bevalt mij zeer goed. Ik moet ook zeggen, niks slechts over Florian. Ik was absoluut heel tevreden over Florian. Ik ben ook mede teruggekomen omdat ik hem goed kende en dat hij het in mij zag zitten. Nou, voor mij was het wel even een omschakeling dat hij opeens wegging. Want het was echt plotseling dat hij zei, jongens, ik ga niet meer door. Toen kwam Jeroen, eigenlijk meteen heel duidelijk wat hij wilde. Ook in speelstijl en wat hij van die jongens verwachtte. Het bevalt goed binnen de groep, valt het ook goed. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Dit biedt weer heel veel perspectief. Ja, ik ben benieuwd. Volgende week weer een wedstrijd. Dus het zou mooi zijn als we dan weer omhoog kunnen gaan kijken. Dan zijn er niet heel veel plekken meer over. Dus dat zou wel leuk zijn. Ja. Dankjewel. Ja,